Hey man! Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. En vandaag hebben we weer bananas! Maar we hebben ook iets nieuws, Indy. Wat hebben we? Lemon surprise. Lemon en lime surprise. Ja, ja. Ja. We moeten nog even wennen. En dit hebben we gekregen van Boti. Dankjewel. Boti! Yes! En we hebben er wel even een feestje van gemaakt. Ja, we hebben een fruitschaal met... Fruit. En al onze andere bananen van serie 1 hangen overal in de plantjes. We hebben 1 serie 2. Ja. Die kip toch ook? Die haan of kip? Deze? Nee, volgens mij niet. Volgens mij hadden we maar 1 serie 2, of niet? Nou ja, maakt het niet uit. We hebben hier serie 2 liggen. Dat kun je ook zien. We hebben het trosje bananen gekregen. Ja. En we hebben de lemon en limes. En ook die zaten natuurlijk in het doosje. Ja. Maar we vonden het leuker om dat op een fruitschaal neer te leggen. Ja, en dit is eigenlijk... Ja, het komt een beetje toch bijna op hetzelfde neer. Ja. Alleen gewoon... We hebben het er al uitgehaald. Ja. En we hebben hier allemaal kleine vruchtjes liggen. Weet je wel, dat zijn de fruitvriendjes die van de banana's zijn. Ja. Dus wij gaan de banana's en de lemon en lime surprises uitpakken. Ja. Waarmee gaan we beginnen? Ik denk de lemon surprise. Die eerste twee die op de fruitschaal liggen. Ja. Of uit het doosje? De eerste op de fruitschaal. Of op welke? Doosje? Doosje. Dan is dat aan de kant. Ja. Nou, dit is het. Zo komt het binnen. Dat waren de roze en de blauwe kwamen ook samen binnen. Maar je hebt meer kleuren. We hebben dus nu roze en blauw. En we hebben dus geel en groen. Maar er is dus ook nog oranje en... Paars. Ja. Ja. Dus, ik weet niet wat ze kosten. Ik ook niet. Normaal waren per stuk bananen €5,95. Ja. Maar hieronder zetten we linkjes in de beschrijving naar bol.com en daar kun je het verkrijgen. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat het heel veel duurder is, want het zijn er 2 en het is toch... Ja, maar die banana's waren €5,95 per stuk vorige keer en 3 voor €14,95 in zo'n trosje dus. Nou, ik weet het niet. Nee. Hieronder zetten we linkjes in de beschrijving. We gaan nu deze openmaken, dus even kijken. Ik wil geen doen. Heel de gele doen? Ik dat is echt de lemon en dan doe ik dus de groene, dat is een lime. Maar ja, roze en blauw en paars en oranje. Ja, ik vind al die dingetjes waar ze zijn. Maar je kunt het hier dus ook weer in bewaren, al die banana's en die dingetjes. Ja, ook bij de lemon en limes. Ja, inderdaad. En dat lijkt me, dat vind ik gewoon ontzettend leuk hieraan. En die ruiken als het goed is ook. Even maar ik ben een beetje verkouden, dus ik ruik helaas niks. Nog steeds een schorre stem. Ik ruik het op zich nog wel. Ik ruik een beetje. Door mijn verkoudheid heen. Ik moet het even zo even openmaken. Ik heb dus de groene. Ja. En Indy heeft de gele. Maar in dit doosje... Zitten nog zakjes. Dus ik denk dat daar ook de vriendjes in zitten, de standaardjes. En ik denk dat ik maar eens eventjes de kaart ga bekijken. 2 zakjes zitten erbij en die liggen daar ook op de schaal. Wauw. Zijn dat ze? Dit is dus... De lemon and lime kaart. Ja. We hebben even hier... Even kijken. Twins. Hè? Twins. Oh. Ja, want ze zitten per 2. Ja. Er zitten natuurlijk 2 in een doosje, maar ik weet niet wat dat betekent, twins. We hebben een lila lion. Laredo lion. Wat staat daar? Bango parrot. En dan... Oh, dat is een beetje Wacht lastig. Even, dan ga ik even heel snel lezen. Loyola Lemmer. Ik weet niet wat dat is. Ik weet ook niet wat dat is. En... Oh, is dat zo'n bever ding? Want er zit zo'n staart. Lionface. Wat is dit? Hij wil niet scherp. Nee, Lionface Lemmer. Serpent Tom. Er staat ook bij wie de BFF is. Patrick Parrot is namelijk de BFF. Maar dat is niet... Dat is niet die bovenste, nee. Niet. En hier staat Serpentina. Ja, wat is dat dan? Is dat niet een slang of zo? Nee. Is een serpent is nog een slang. Ja, maar het is geen... Nou, ik weet het niet. Oh, bam. Hier. Ik denk dat dit de speciale zijn, of niet? Nee. Ik denk het wel. Ja, ik weet het niet. Hier heb je Bernice Beaver, Eager Beaver, Anna Paula Puppy, oh. Peter Puppy, Parker Parrot. Oh ja, kijk, dat is dus de best friend van... Deze, dat staat er... Nee, wat was het? Deze. Ja, Patrick Parrot. Dat is niet Parker Parrot. Oh nee, ook niet. Nou, daar snap ik niks van. Paula Parrot. Snap ik niks Marion, van. Marion. Monkey. Minka Monkey. Jenny Jackalope. Oh, die vind ik echt lief. Wat is dat? Is dat... Dat is een... Jackalope. Die beest. Ja? Jeremiah Jackalope. Shakira Squirrel. Shakira. Wat? Oh, baby, dat is dan. Ja, ik weet de tekst niet. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik kan wel zingen. Oh, baby, dat is dan. Ja. Ja, okay. Ja. Professor Squirrel. Squirrel, dat is een eekhoorn. Ja, Bulldog. Oh, die vind leuk. Ik echt leuk. Jelly Bulldog. Keisha Cat. Cashew Cat. Marsom. Oh, nee, Marcy Mouse.
Oh, die... Oh, die is leuk. Ja, Miley Mouse. Oh, dat zijn lobster. Slakjes. Nee, lobsters. Larry Lobsters, dat zijn dus kreeften, ja, hè? En Lori Lobster. Lori Lobster. Nou, ben ik benieuwd. We hebben een schaar nodig, want er zit hier namelijk een plasticje op en die is dus niet, geloof ik, zomaar open te maken. Nee, je kunt er gewoon los knippen zo door het midden heen van het rondje. Zal ik die even los knippen? Ja. Kijk, kunnen we zo afpielen. En ik denk dat het net zoals met de bananas pielen is. Ja. Huh? Wat? Ik vind het zo raar. Zal ik eerst doen? Wacht, ik doe eerst. Ja, jij gaat eerst. Wat is dit? Het voelt gewoon, het is hard. Moet je hem nog een keer uitpielen? Weet ik niet. Met deze weet ik echt niks. Ik heb geen filmpjes, we hebben helemaal niks gekeken hiervan. Nee. Wat moet je doen dan? Oh, wacht, dit kan je er... Is dat ook een beschrijving? Oh, dit kun je eraf halen. Oh, dit kun je eraf halen. Ja, maar hoe moet dit dan? Gewoon open. Om gewoon open pielen zo. Ja. Oké. Okay. Daar krijg je een poppetje in. We moeten natuurlijk ook nog die andere zakjes straks nog openmaken. En dan kun je het hier weer inzetten even. Het ruikt heel licht naar limoen. Het is geen citroen deze, het is echt limoen dan. Oké. Okay. Maar als jij het eerst uitpakken, naar welk zakje hoort dan bij welke? En dan gewoon die pakken, denk ik. Maakt niet uit. Nee, ik maak eerst het beestje open dan. Ja? Okay. De kaart? Wil je de kaart erbij? Ik geef mij de kaart. Ik ga hem gewoon... Geef mij de kaart maar snel. En ik heb... Ook het stukje erbij. Oh, je hebt een bulldog! Oh, kijk nou! Je hebt Jarre bulldog! Oh, die is toch... Nee. Echt wel. Met de witte heb ik. Oh, je hebt die. Oh, Helly Bulldog. Jelly Bulldog. Nee, Helly. Jelly. Nou, we zijn hartstikke blind. Zie je wel. Oh my gosh. Kijk, ik heb er ook op een stickertje. Ze is zo lief. Die plakken wij meestal op de banaantjes, zoals hier aan de zijkant. Nee, ik zie pak het deze ook. Gewoon. Ik denk dat het zo'n standaard is. Ja? Ja, dus hier heb je een standaard. Roze. Ik weet niet of die erbij hoort. Kijk. Zet je hem in elkaar? Oh, ja. Pak ik hier het zakje met de fruitvriendjes. Er zit niks meer in. Oh, de stickertjes. Om ze weer te versieren. En de fruitvriendjes. Maar wat is dit? Wat zie je? Lijkt wel een donut. Ja, het lijkt op een donut. Ja, ja. Met een zonnebril. Weet ik niet. En dit is een... Oh, die hebben we vaker gehad. Een soort aardbeiding of zo. Ja. Ik weet het niet. Hier heb je een standaard. Even kijken of die erop past. Ik moet zo natuurlijk die. Super schattig. Deze is echt heel leuk. Ik vind het trouwens best wel goed cool materiaal. Ik vind het echt goed. Het voelt ook gewoon maar goed stevig aan. Ik mag aan. Nu mijn openmaken. 1, 2, 3, 4. Tada. Zo. En echt dan... een citroen openpielen zo. Ja. Ik vind het echt moeilijker dan je denkt, hè? Auw. Oh. Zo. Kijk. Het? Ja, ik heb hem. Dit is het dingetje. En dan moet er als het goed is nog hier een... Ik maak een fruit. Of ja, fruit. Dus als het een donut was, is geen fruit. Nee, hier heb je het zakje waar hij in zit. Ik heb hem opengeknipt voor je. Zal ik de fruitvriendjes openknippen? Het beestje is... Oh, wie is dat? Wie is... Die. Het is... Heb je Shakira? Ik heb... Shakira, oh baby, don't you turn this way. Oké, okay. Oh, het is zeker. En hier komen de vriendjes. Oeh, die is leuk. Oh, stickers, kijk dan. Oh, wauw. Daar zijn allemaal. Ik wil ook een sticker. En deze is duidelijk, dit is een eikeltje, lijkt het wel. Ja, oh, wat lief. Kijk dan. Maar ik vind... En dit is een peertje. Oh. Mag ik even ruiken, je citroentje? Wacht even. Ja. Die ruikt meer naar citroen, maar ze ruiken niet zo sterk als de bananen. Maar ja, bananen zijn altijd overheersend bij geur. Ja, zeker. Dat is altijd al zo geweest, met alles ook in het echt. En deze is paars. Ja, die past er weer bij jou, want ik heb de roze voor mijn paarse bulldog. Maar ik heb een roze met... Ja, oké, dat is juist wel leuk. Dat zet maar in elkaar. Nou, wat een leuk idee. Gaan we de volgende citroentjes doen of de banana's? Welke wil jij? Eerst één banana. Eerst één banana? Ja. Oké. Ga ik hem even pakken. En we hebben toch wel even alle bananen gepakt. Want we kwamen erachter dat ze namelijk allemaal zo aan elkaar vastzitten. Ja, aan elkaar. Inderdaad.
Er staat trouwens op de achterkant, staat geloof ik gewoon echt de hele kaart. Nou, is niet de hele kaart. Nee, zeker niet. Dat 24 te verzamelen. Oh, ik moet die gewoon hebben. Die is wel echt super leuk. Oh my god, het is een etende plant. Van vlees eten, aapje. En deze en ik moet de alien hebben. Ik sta erop dat we ooit nog een alien moeten hebben. Ja, en hier een octopus. Nou, we maken ze eerst even los. Even kijken hoor, want hier zit dus echt een... Een tie-rip. Ja, zo'n idee is het. Ik weet niet. Ebbers. Zo, dit is de kaart. Zetten we er weer achter. Zet hem achter de citroentjes en limoentjes. Nee, daarvoor. Hier. Andersom. Oh, wacht. Bananas. Zo, tada. Is niet leuk voor de thumbnail, want die hebben we al gemaakt. Ha. Maar hier hebben we 3 banana's. Dus weer een, maar dat is serie 2. En een hele tros. Even dat plasticje eraf. En dat kan je dan natuurlijk zo... Uit elkaar halen. Ja. Nou. Gaan ze allemaal doen of elk één? Want daarna moeten we nog die 2 strontjes doen. Wat wil jij? Maakt niet zoveel uit namelijk. Als we nou... wou je nog het bewaren? Nee, we gaan ze allemaal ook uitpakken. We gaan ze allemaal uitpakken. Ik wil die, want die vind ik echt heel cool. Ik pak de roze. Okay. Het schuifje er vanaf. Hier staat trouwens ook weer beestjes op. Oh, ik krijg het schuifje. En we gaan hem openmaken en even ruiken. En deze ruiken net ietsje sterker, maar ik vind ze niet zo heel sterk ruiken op dit moment. Nee? Nee, ik weet niet waarom. Ja, misschien omdat we verkouden zijn, jongens, dat kan ook. Ja, ik denk dat het gewoon is. Nou, ik heb alles eruit gehaald. En als je het eruit haalt, heb je dus dit. Oh, zo. En dan heb je het beestje. Hallo. Oh, ik ruik hem wel. Ja? Ja, ik ruik hem wel sterk. Nou, ik ruik niks, maar mijn hand is mijn neus echt verstopt. Maar wacht even hoor, kijk hoe mooi deze is. Ja, die is. Vind ik echt mooi qua kleur. Die hebben we ook nog niet gehad. Nee, ze hebben ook nieuwe kleuren, denk ik. Bloemetje achterop. Ja. Ik ook zo'n keer een bloemetje. Ja. Nou, ik heb hier mijn beestje. Ik heb hier mijn fruitvriendjes en ik heb de standaard. Ja. En ik heb de kaart. Zullen we die eerst maar even bekijken? Want het is natuurlijk serie 2. Alleen hebben we daar al eentje van gehad. We hebben dat al een keer gedaan, volgens mij. Ik heb geen kaart. Kijk, we hebben die alien hier. Oh, die moet ik even. Weet je nog? Ja. En aan de andere kant hebben we ook... Nou, die hebben we al een keer eerder laten zien. Want we hebben deze. We hebben namelijk die axolot. Ja, die ik zei axolot, maar het is axolot. Ja. Die hangt hier. Ja. Nou, die staat hier dus ook allemaal bij op. Dus, maar wat we eruit halen, dat laten we natuurlijk zien. Dus ik ga hem openknippen, de mijne. Schrijf voor jou. Au. Oh, au. Nee. Is hij dubbel? Ja. Ja, nou ja. Maar dat geeft niet, want deze vind ik eigenlijk best wel cute. Nu hebben we Twinnies. Nou, mag jij ook één. En hoe heette die ook alweer? Alexis. Oh nee, deze geef aan Alexis, hè? Ja. Mijn nichtje heet Alexis. Ja. De oudste van mijn zusje. Die is net 4. Of nee, 4. Die is altijd 4. Ja, maar die vindt het vast wel leuk. Ja, ik doe hem even zo van hem terug. Zacht. Dit er eentje. Oh, je hebt een mooie. Zo mooi. Zurba Zebra. Kijk hoe mooi dat blauw. Kijk, dat is deze. Mooi ja, laat blauw. Zien. Die is echt heel mooi. Kijk, het glanzende op de rug. Oh, ik vind deze echt heel mooi. Ik heb ook een sticker nog erbij. Ik heb een oranje hanger. Kan best zijn dat die ook bij die Alexis Asselot zat, hoor. Maar we weten niet meer bij welke hanger wat hoort. Nee, inderdaad. We hangen het allemaal mooi op. En die hanger zet je dus zo weer in elkaar. Die klik je zo erin. Beestje erop. Tadaa. Maar er zitten er als het goed is ook nog stickertjes en vriendjes bij. En ik heb hier een die is ook mooi. Pasen. Oh, dat hebben we nog niet gehad. Nee. Oh. Oeh. Kijk eens wat ik heb. Wat is dit? Oh, die hebben we al zoiets gehad? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet meer. Kijk, dat is een ananasachtig ietsje, maar dan dat ze koud hier, kijk, we hebben ook zo een. Ja. Ja. En deze dan? Oh, dit is een broccoli. Oh, die vind ik echt schattig. En ik heb hier de stickertjes. Paars met roze. En dan speciaal voor Alexis plak ik alvast een hartje sticker heb ik hier. En die plak ik even op het voorhoofdje van Alexis Asselot. Ja. Kijk eens. Tada! En ik heb hier zo'n... Gaat ze echt wel vet leuk vinden dit. Zo'n... sinaasappeltje. Ja. Ja, nu zie ik het. Een sinaasappel en hier ligt een aardbei. Ik vind het een aardbei. Dit is toch een aardbei? Ja, ik denk het wel. Ja, en de stickertjes zijn echt heel mooi. Oeh, je hebt andere kleurtjes. Oh, je hebt stipjes ook. Ja, leuk. Oh, superleuk. Ja. En dan hebben we nog 1 banaan over. Zullen we die bewaren voor het laatst? Ja, die gaan we als laatst zullen we deze even rechtop zetten? Hallo? Hallo? Ja. Hoe heet dat ding? Gaat omver. Een roze of blauw?
Ik wil graag roze. Alsjeblieft. Jij mocht net bij de citroentjes als eerste kiezen. Nou, en met hetzelfde. Limes en lemons. Komt dus uit het doosje. En daar liggen ook de zakjes hoor. Heb jij die kaart? Nee, die kaart heb ik hier. Alsjeblieft. Dat is kaart. Maar hier zit geen alien in, hè? Nee. Oh, die banaan openen we straks nog. Die weet, nou, als we daar een alien in krijgen. Ga je gaan gillen? Ja. Oké, deze kunnen we ook openen. Peel. Zou wel cool zijn als er felroze citroenen er zo weer staan. Ja. Ah joh. Je moet ook goed open houden, hè? Ja. Als je je diertjes hier weer in bewaart, zitten ze wel goed klem. Kijk, ja, inderdaad. Dus ik zou ze niet zomaar kwijt kunnen raken. Nou ja, jij raakt alles kwijt. Ja, maar als je het goed opruimt. Laten we maar zo zeggen. Nou, laten we even zeggen. Mag ik het even zeggen, Indy? Ja. Ja? Weet je het zeker? Oh. Ja. En deel van een hanger. Waar is het andere deel, Indy? Weet ik niet. Nee, daarom. Maar goed, Indy gaat volgende keer goed opruimen. Ja, ja. Nou. Ik haal het er ook. Oh, we hebben toch thuis nog steeds deze. Ja, en met de hangertjes erbij. Niet. Ik heb het uit de roze. Ja. Deze ruikt iets meer lemon. Oké, ik ga hem als eerste opmaken. Deze ruikt iets meer. Ja? Ja. Ja, oh ja, ik ruik hem. Moet je, zal ik hem openknippen? Het gaat iets makkelijker dan wat je nu doet. Oh, maar ik heb hem al open. Kom maar. Ik heb hem al open. Nou, doe maar. Oh, shoot. Dezelfde? Nee. Oké. Ik heb lemon. Ik heb iets blauws. Oké. Oké, je ziet de oortjes. Wacht. Huh? Hè? Staat er toch wel op, mama? Pak hem eruit. Hè? We hebben nog... Huh? Nee, dat kan niet. Onverklaarbaar dit. Maar waar staat die andere bulldog dan? Oh, we hebben 2 bulldogs. Oh, maar dat is dan deze, want die lijkt dan hier op een beetje paarsblauw, maar hij is echt met veel blauw. Met die rode... Ja, ik zie het wel. Oh, we hebben allebei de bulldogs. Hoe krijg je het voor elkaar? Kijk hoe lief. Dat is leuk. Ik en vind deze die bollenwangetjes heet... zo toetig. Deze heet Yara en deze heet Jelly. Ik kan de bolle toetjes niet meer aankijken, hoe schattig. En die van jou geeft een knipoog. Kijk, dit is hem op de sticker. Superleuk. Ja, dat klopt. Oh, zo. Dus. Oké, ik zet mijn deze banaan moet even op de schaal. Want die is nog uitgepakt op onze fruitschaal. En deze moet er ook bij. Ik ga de mijne uitpakken. Ik moet trouwens nog pilletjes. Ja, komt eruit. Oh, ik heb een nieuwe. Dit is een bever. Even kijken hoe die heet. Even gaan kijken hoor. Het is een bever. Bernice Beaver. Beaver. Is dat er wel? Ja. Toch? Ja. Ja. Ja, de kleuren van de kaart zijn altijd net een beetje. Ja, maar dat is heel vaak zo. Kijk, deze. Het groen staartje. Ja, kijk. Ja. Kijk dan, ze heeft allebei de oogjes dicht. Dat zijn die tandjes. Oh, dat staartje is zo schattig. En het is gewoon hetzelfde materiaal, zeg maar, als, weet je wel, als badeentjes. Ja, inderdaad. Dus je kan... Zou je er in bad mee kunnen springen? Ja, maar dan moet je het wel weer goed laten drogen. Want in badeentjes komt schimmel altijd te staan als je het rijtje nat laat inderdaad. En dat het niet afgedroogd wordt. Ik heb trouwens hier een oranje hanger, dus... En welke had jij erbij? De bully, hè? De bully? Zo'n bulldog. Oh ja. Je noemt ze ook wel eens een bully. Oh, ik heb geen idee. Dan pas jouw groen-blauwe mooi op. En ja. Ik heb een... Die ik niet in elkaar krijg. Oh ja. Oh, die is mooi. Ja, ik heb een gele. En ik heb hier... Het is een beetje moeilijk om... Ik heb hem op de kop. Daarom krijg ik hem niet in elkaar. Goh. Oh, weer handig. Even wacht hoor. Ja, kijk. Maar je ziet hier ook... Er zit ook echt van die bladeren, van die nerven op. Ja, inderdaad. Dat vind ik echt mooi gemaakt. Ja, ik ook. Kijk eens. Oh. Oké, ik heb broccoli. Gele broccoli. Ja. En ik heb... Oh, wat is dit dan? Maiskolf! Ik heb een maiskolf! Goed laten zien, want dat gaat heel moeilijk zo klein. Oh ja. Hij staat een beetje open, hè? Ja. Ik heb hier trouwens nog mijn stickertje van de bever. En ik heb hier nog de normale kleine stickertjes. Ja, de normale eigenlijk. Klink ik af en toe ook weer doen. Ja, maar het zijn leuke stickertjes om te versieren ook. Want je kunt dan zelf helemaal je beestjes eigen maken. Inderdaad. Ik heb ook stickertjes. En wat heb ik? Wat is dit? Is dat ook broccoli? Nee, ik vind het een... Druiven. Of een tros druiven. Of zo'n... Nee, het is een tros druiven. Ja, ik vind het een tros druiven. En wat is dit dan? Is het een... Het is een ijsje. Het is een ijsje. Het is een ijsje. Ja, kijk dan. Het horentje. Dus je hebt nu, we hebben nu een donut en een ijsje. Ik vind het heel, heel leuk. En dan komen we op ons allerlaatste ding uit. Ja. En dat is de allerlaatste banaan. Maakt maar niet uit.
Wel heel veel leuke. Oh, kijk nou. Moet je even kijken naar onze dierentuin, jongens. Is toch super schattig dit? Als er een alien tussen komt, is wel heel raar eigenlijk. Dat zou ik wel te gek vinden. Ja, daarom. Maar goed, ik probeer de ding even los te halen, want ja. Oh, deze is... Ik vind de kleur heel mooi. Deze kleur hebben we nog niet. Maar we hebben nog wel een paar in de kast liggen. Ook volgens mij van serie 2. Van die hadden we zelf. Ja, dat is de bananenkleur. Deze is goed. 1, 2. Ik heb hier het zakje met vriendjes. Dus 3. Die pak ik alvast. Ja. Lekker uit. Kijk eens, stickertjes. Ik krijg deze er gewoon even stickertjes. Bij. En wat is dit? Wat is dit? Het is een... Ik noem het een gehaktbal. Ik noem het een citroen met pootjes. Kijk maar, wat heeft zo'n vorm van een citroen. Oh ja, ik zie het. Zo'n en wat is dit? Het is een... Een appel? Soms weet je niet hoe het moet. Een aardbeienappel. We weten niet wat het is. Is het een citroen? Limoen, ik bedoel een limoen. Limoen en een citroen. Okay, in de banaan. Ik wil het poppetje openmaken. Dat is prima. Ik hoop dat het heb ik hier het standaardje, die is paars. En die zit nou in de lamp te kijken. Nou, het is geen alien, nee, want het heeft een andere kleur. Nee, het is geen alien. Maar het ziet wel schattig uit. Ik heb een standaardje, die is paars. Nou, daar komt die hoor, die van Indie. Zal ik hem losknippen? Oh, ja, hier aan de bovenkant zo. Knip je vinger, dit bloedbad hier. En... Oh, welke... die is mooi! Die is heel mooi! Oh my gosh. Welke is dit? Ik weet het niet. Maar... Oh, daar! Ja, hè? Het is een kat! Chelsea Cat. Oh. Chelsea, mijn nichtje. Van mijn... Nee, dochter van mijn nichtje. Weet je nog Chelsea die we mee hadden genomen? Na die dag van de Party Pop Teenies. Ja, ze stond op die video. Ja, die heet ook Chelsea. Ja. En een sticker. Oh, die is echt super leuk. Nou jongens, kijk eens naar deze ontzettend mooie... Oh wacht, haar standaardje. Dit is haar standaardje. Dit is wel een hele Ik vind het gave... er zo leuk uitzien. Als we dan weet je wel zo'n hele grote kast of zo hadden gehad of zo. En dat dan gewoon... Dan, ja, dan hadden we dit zo er echt wel neergezet. Je zit met je stoelpoot een beetje ervoor. Oh. Ik ga even dichterbij. Maar je zit nog steeds met je stoelpoot ervoor. Zo, nou niet meer. Nee. Maar ik vind het er ontzettend leuk uitzien. En ik vind het eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, het geld ook wel waard. Ja, dat vind ik ook. Want je krijgt een hele... Hoop, je kunt het zelf versieren. Ja, en... Kijk nou wat een cuties. Ik vind de limes en lemons echt leuk bedacht dat dat er nou ook is. En het is ook gewoon, weet je, je kunt het gewoon meenemen. En je kunt het weer erin stoppen. Ja, als je op een auto reist, want je hebt gewoon zo'n... bolletje en dat kun je zo in je hand zo houden. En dan... Ja, maar een reis is ook leuk. Als je bijvoorbeeld zo'n tros met 3 bananen hebt. En dat je om het half uur, zeker dat je 1,5 uur moet rijden. Of 3 uur. Dan geef je om het half uur of om het uur geef je ze gewoon een banaan. Een banaan, dan heb je gewoon een banaan. Dat is superleuk. Ik ook. Het codewoord van vandaag is citroen. Ja. Vond je deze video nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Druk nog even op de abonneerknop en de belletjes, dat je geen enkele video hoeft te missen. En wil je ze zelf ook aanschaffen? Hieronder in de beschrijving. Onder de video zetten we linkjes neer naar bol.com. Want die hebben we gekregen waar ze te koop zijn. Ja. En ze zullen ook vast wel in andere goede speelgoedwinkels terechtkomen. Wij vinden ze super leuk. Ja. Kijk nou hoe leuk dat eruit ziet, Limes Lemons. En zeg ook nog even naast het codewoord, want die moet je ook doen, welke jij het allerleukst vindt van vandaag. Ik vind de 2 bullies samen heel erg leuk. Ik ook. Ik vind ze echt super lief samen. Ik ook. Maar ik vind je zebra ook leuk, die daar. Ja, inderdaad. Ik vind ze allemaal leuk. Ja. Dankjewel Boti, dankjewel Ilja en Larissa voor deze supercoole banana's en limes en lemons. Ja. Lemon en lime. Goede kwaliteit ook gewoon dit. Ja, goede kwaliteit Hele zeker. Goede kwaliteit. En abonneer hier op ons kanaal. Woe! Yeah. Doei allemaal, bedankt voor het kijken. Mwah.